Welkom. Oelala, wat gaan we hier allemaal... Wie de fuck is dit? Wat is dit? Holy shit, beste mensen. Vandaag ga ik er eindelijk achter komen wat mijn dreamcoat is. En ik kan me inbeelden dat jullie misschien niet weten wat de dreamcoat is. Maar er zijn ook genoeg mensen die weten wel wat de dreamcoat is, maar ze weten niet hoe ze hem moeten krijgen. Dus ik heb me laten informeren door het interwebs. Dus we gaan kijken of dit in één keer goed gaat. Wat je doet is je moet naar je huis toe. En eigenlijk de dreamcoat zorgt ervoor dat andere mensen met Animal Crossing ook naar jouw eiland kunnen. Ook als jij niet je poort openzet, als je niet aanwezig bent. Maar nog belangrijker, dat ik ook naar jullie eilanden kan. Maar goed, we gaan even kijken of ik goed geïnformeerd ben. Ik heb namelijk vernomen, je moet naar je huis toe gaan en daar op je bed gaan liggen. Dus nou, dat gaan we gelijk even doen. Ondertussen zien jullie ook een stuk van mijn huis. Willen jullie een keer mijn hele huis zien in Animal Crossing? Laat het zeker even weten in de comments. En als het goed is, moeten we nu kiezen om te gaan slapen. Ik vind het spannend. Oh, dit ziet er wel vet uit. Oh, hier wordt de man wordt weer enthousiast. Ik heb dit dus zelf nog helemaal niet gedaan in Animal Crossing. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar wow, dit ziet er keihard uit. Zo, gelijk even een screenshotje gemaakt. Want, welkom. Oelala, wat gaan we hier allemaal... Wie de fuck is dit? Wat is dit voor gekke character, joh? Jeetje, kom ze even aanzetten. If I'm not mistaken, you are from New Leaf, yes? You must be the famous disco. Kijk, dat doet me goed. Mijn YouTube-kanaal loopt lekker. Ik ben al gewoon famous. Good guess. Ja. Yeah. Few dreams as pleasantly as those from New Leaf. Oké, okay. Forgive me. I've yet to introduce myself. Oké, dit is dus Luna. Think of me as a guide to the library of dreams. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. The Library of Dreams. Wat bedoelt jij allemaal? A dream is a manifestation of a memory that one holds dear. Then chooses to upload to the internet. Oké. Hoe sick zou het zijn als je in real life je dromen kan uploaden naar het internet? Dat zou super twisted zijn. Ik heb soms het gevoel dat dat al gebeurt bij sommige mensen. En daarom dus ik een fuck dat dingen op internet staan. Maar Rolls to, oké. Dus zij gaat een beetje, zij is een soort van, zij dirigeert alles ofzo. Oké, it will be a stuff. You have actually set foot on the island. Does it not to visit another's dream? Merely say to me, I want to dream. Oké. Dus it needs to be a one-way matter. Either if you wish, I can collect your dream of New Leaf as well. Oké, cool. Volgens mij gaat ze dus nu de dreamcode van mijn eiland maken. Wat ervoor zorgt dat jullie ten alle tijde naar mijn eiland kunnen. With others, tell me, I like to share a dream. Oké, nou, I'd like to share a dream. Well, before we continue, there's some important information. Important, oké, I understand, prima. Normaal moet je het wel even lezen, maar ik ga er even vanuit dat het allemaal in orde is. Maar normaal moet je het echt even goed lezen. To the internet to upload your dream to the library. Oh, there's something else you may be interested to know. Oké, dus ze kunnen de custom designs meenemen. Dat is super tof, want iemand heeft een keer bij mij een custom design achtergelaten. En die kan dus nu door iedereen meegenomen worden. Dus dat is wel heel erg cool. Oké, ze gaat hem maken, jongens. Daar gaan we. Even connecten naar het internet. Maar ik moet zeggen, het maken van je dreamcoat is dus basically best wel... Het is best wel easy om te doen. Collect and compel. Oké, nu gaat ze het echt doen. Oké, picture what you love most about New Leaf. Oké, dat moet ik ook even doen. Even mijn ogen dicht. Oh, ik hoop dat ze dat plekje lekker meebrengt. Oeh, en dat stuk daar met die tuin, dat moet ze ook goed meenemen. Oh, ik denk er zo hard aan. Ik hoop dat het lukt. Oké, dus we gaan het connecten. Saving. Oké, ik hoop dat het goed gaat. Sowieso super vet gedaan die... ik vind het echt heel vet uitzien. Oké, jullie zien hem hier nu voor het eerst. Mijn dream address is dus DA50255701820. En dit is dus de manier om je eigen dreamcode te krijgen. Je moet hem dus één keer geüpload hebben. Hou er rekening mee, je moet wel een Nintendo Switch online abonnement hebben. Ik maak hier even een screenshot van, zodat ik hem makkelijker kan vinden. Oké, hij staat ook schijnbaar op je paspoort van Animal Crossing, dus dat is ook super handig. Dan ga ik zo meteen ook even laten zien waar je die kan vinden. Oké, en je kan ook zeggen dat je dat niet wil. Oké. En je kan één keer per dag opnieuw je hele eiland uploaden. Dus als ik allemaal nieuwe dingen gedaan heb, dan moet ik hem opnieuw uploaden. En dan kunnen jullie precies zien wat ik heb aangepast. Tuurlijk. Share my dream. Tuurlijk. Ik ben best wel benieuwd of ze hiermee bedoelt dat ze nu... Gaat ze nu mensen uitnodigen? Of is dit gewoon dat ik ergens in een poeltje gegooid word of zo? Ik ben benieuwd. We gaan even kijken.
wat Luna allemaal van plan is met ons. There, I look forward to surprising many others with your dream. Do not what you want to be shared. Oké. Dat is everything. Oké, nee, schijnbaar moest die gewoon nog in het algemeen gedeeld worden. Dan gaan we gewoon zeggen, I want to wake up, want dan heb ik het gehad. En het toffe is, ik kan dus nu ook hier naartoe om dreamcodes van jullie in te gaan vullen. En het lijkt mij dus best wel een goed idee. Voorheen heb ik namelijk best wel wat Animal Crossing eilanden van kijkers bezocht. Dus ik wil dat graag gaan doorzetten. Dus aan jullie de taak, drop hier beneden in de comments jouw dreamcode. Stuur het me op Twitter, stuur het me op Facebook, Instagram. Ik vind het allemaal prima. Doe dat en dan ga ik jouw eiland bezoeken. Sterker nog, vroeg of laat kom je erachter en opeens zie je jouw eiland op mijn YouTube kanaal. Hoe vet is dat? En voor de rest, weet ook zeker dat je even naar mijn eiland toe gaat. Weet zeker dat je de dreamcode even intikt. Hij staat ook hier beneden in de beschrijving. En drop dan zeker in de comments wat jullie vinden van mijn eiland. Als je er lekker zelf rustig overheen kan lopen. En dan voor nu ga ik er weer een einde aan maken. Veel plezier met dromen, dames en heren. Veel plezier met Animal Crossing. En ik zie jullie graag een andere keer.